Welkom bij een nieuwe video. We zitten vandaag midden in de examens. Gisteren zijn de examens begonnen en over precies een week is het examen geschiedenis. En een van de vragen die ik regelmatig kreeg de laatste tijd was om nog een overzichtje te maken van de belangrijke personen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat ga ik in twee keer doen. Vandaag is het eerste deel. En ik vertel kort iets over de personen en waar ze bij hoorden. En echt de uitgebreide informatie zal je terug moeten zoeken in je boek of in eerdere video's. Ik begin in de eerste instantie met de belangrijkste persoon, misschien wel uit hoofdstuk 1, en dat is meneer Thorberken. Thorberken uh, is vooral bekend geworden van het maken van de nieuwe grondwet. Uh, de nieuwe grondwet van 1848, waardoor in Nederland het hele politieke systeem eigenlijk veranderde. Hij was een liberaal, was ook de leider van de liberalen. Hij uh, was niet echt een liberale partij trouwens, die is pas opgericht na zijn, uh, na zijn leven, de Liberale Unie. Nou, Torbeck is heel belangrijk geweest voor de politieke hervorming in Nederland. De man die de opdracht gaf om die nieuwe grondwet te laten maken, dat was Koning Willem II. En Koning Willem II zag dat er overal in Europa opstanden waren, dat er overal in Europa koningen het moeilijk hadden, of dat zelfs 50 jaar daarvoor de koning in Frankrijk zelfs was opgepakt en later zelfs was gedood. Dus hij vroeg Torbeck om een grondwet te maken, waardoor de onrust die ook in Nederland was, wat zou afnemen. Zijn zoon, koning Willem III, was eigenlijk de koning die vooral aan de slag moest met die nieuwe grondwet. Daar had de koning eigenlijk helemaal geen zin in. Hij wilde die grondwet niet, want hij zag dat zijn functie vooral symbolisch werd en dat hij eigenlijk weinig macht meer had. Hij mocht geen ministers meer benoemen. Hij was niet eens meer verantwoordelijk voor zijn eigen dossiers, want de ministers werden nu verantwoordelijk. Dus hij wilde die nieuwe grondwet eigenlijk niet. Maar ja, hij moest wel, want die grondwet was al aangenomen en het parlement was nu het machtigste. Nou, Koning Willem III is vooral bekend geworden dat hij nog probeerde eh, om wat macht naar zich toe te trekken. door zelf Luxemburg te verkopen. En eh, dat mocht niet, want dan moest de Tweede Kamer overgaan. En dan moesten in ieder geval de ministers de Tweede Kamer over raadplegen. Dat gebeurde niet. En dat zorgde voor een conflict, waardoor er een, een kabinet naar huis werd gestuurd. Eh, en er nieuwe ministers moesten komen. En ja, koning Willem III probeerde op die manier te laten zien. Kijk, ik heb toch wel macht, maar dat mislukte. En ook koning Willem III moest zich heel braaf houden aan de nieuwe grondwet. Een andere belangrijke meneer uit die tijd, ietsjes later, dat is Abraham Kuiper. Abraham Kuiper was de leider van de protestanten. En de protestanten noemen we ook wel de anti-revolutionaire en die partij heette dus ook de ARP, de Anti-Revolutionaire Partij. En Abraham Kuiper was heel braaf in het naleven van alles wat er in de Bijbel stond. En hij vond ook dat alle mensen in het land moesten gehoorzamen aan die Bijbel. En Abraham Kuiper kennen we eigenlijk vooral van de schoolstrijd. De strijd waarbij de christelijke scholen ook vonden dat ze geld moesten krijgen van de overheid. En nu kregen alleen de openbare scholen dat. Dus zie iets over de schoolstrijd. Staan, dan gaat het vaak over Abraham Kuiper. Iemand die nog wel eens door de war wordt gehaald met Kuiper, dat is Herman Schaapman. Maar Herman Schaapman was katholiek, hij was een katholieke priester. Hij was de leider van de Rooms-Katholieke Staatspartij. En ook hij was het wel met Kuiper eens dat de christelijke scholen ook subsidie moesten krijgen van de overheid. Dus samen met de protestanten voeren zij dan ook de schoolstrijd. En samen noem je de protestanten en de katholieken dan ook de confessionelen. Waar Schaapman nog meer om bekend is geworden, dat is de emancipatie van de katholieken. En emancipatie betekent eigenlijk dat de katholieken wat werden achtergesteld. En dat hij vond dat katholieken net zoveel rechten moesten hebben dan bijvoorbeeld protestanten. En je zag de katholieken waren in de minderheid in Nederland. En de katholieken werden wel eens wat, wat, wat aangezien als minder. En ook daar kwam Schaapman voor op. En dat noem je dan ook de emancipatie. Hij kwam op voor de emancipatie van de katholieken. Een andere politieke leider, die ook trouwens een rol speelde in de schoolstrijd, maar dan op een andere manier, daar kom ik zo even op terug, dat is Pieter Jelle Troelstra. Troelstra was de leider van de socialisten, van de SDAP, en hij is vooral bekend geworden om zijn vergissing, de vergissing van Troelstra. Troelstra dacht dat Nederland, net als in Rusland, rijp was voor de revolutie, daar had meneer Lenin de revolutie uitgeroepen. En Troelstra deed hetzelfde in Nederland en hij dacht en hij hoopte dat het leger en de politie misschien wel zijn kant zouden kiezen, maar dat gebeurde niet. Nou, Troelstra gaf later toe, ik heb mij vergist, ik dacht dat Nederland klaar was voor een, een, een ander systeem, maar dat was niet zo, dus dat was een foutje van mij. Iets anders, en ik zei het net al waar, waar Troelstra mee bezig was, dat was het algemeen kiesrecht. Hij wilde graag algemeen kiesrecht en om het algemeen kiesrecht te bereiken, werkten de socialisten samen met de confessionelen. En in de zogenaamde pacificatie van 1917 besloten ze elkaar te steunen en steunen de socialisten uh, de roep van de confessionelen om subsidie voor de christelijke scholen. En andersom steunen de confessionelen de vraag van de socialisten voor algemeen kiesrecht. Alle mannen in die tijd nog boven de 23 mochten daardoor stemmen. Samuel van Houten was ook een politicus. Niet een politiek leider, zoals de vorige drie, maar hij was minister. Hij was van de Liberale Partij, zou je kunnen zeggen, maar wel heel bijzonder. Hij heeft eigenlijk een wet getekend waar hij heel bekend van is geworden, die niet past bij de Liberalen. Hij was namelijk de meneer van het Kinderwetje van Van Houten, die kinderen nog verbood vanaf een bepaalde leeftijd om te werken in een fabriek. En voor een liberaal is dat best wel bijzonder, want liberalen vinden eigenlijk dat er zo weinig mogelijk wetten moesten zijn. Maar ook de liberalen zagen op een gegeven moment wel in de sociale kwestie, zoals we dat noemen. in de situatie dat de arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden van de arbeiders echt super slecht waren. dat ook de overheid wel iets moest ingrijpen. Dus een liberaal heeft ooit het eerste wetje gemaakt dat een begin maakte aan het verbod op kinderarbeid. En die meneer, dat is Samuel van Houten. Dan een andere bekende politica, op een gegeven moment zelfs ook, uit hoofdstuk 1, en dat is Aletta Jacobs. Aletta Jacobs uh, is vooral bekend geworden, ook weer van de emancipatie voor de vrouw, als een voorzitter van, uh, van de feministische beweging, zou je kunnen zeggen. Zij was namelijk de voorzitter van de Vereniging voor vrouwenkiesrecht wat vooral vond dat vrouwen ook moesten kunnen meedoen in de politiek. Ze moesten actief kunnen stemmen, maar ze moesten zich ook verkiesbaar kunnen stellen. Nou, in 1917 mogen de vrouwen inderdaad ook. Uh, zichzelf verkiesbaar stellen. In 1919 mogen vrouwen dan ook zelf gaan stemmen. Dus dat is er uiteindelijk gelukt. En Elter Jacobs vond ook dat vrouwen moesten kunnen werken en moesten kunnen studeren. Zij was een van de eerste vrouwen die zelf ook ging studeren. Ze werd arts en kwam vanuit haar functie als arts ook op voor de rechten van vrouwen. Uh, en vond ook dat vrouwen zelf moesten uh, ja, kunnen werken. Iemand Die vaak door de waar wordt gehaald met Letter Jacobs, en ze lijkt er ook veel op, dat is Wilhelmina Drucker. Wilhelmina Drucker leefde ongeveer in dezelfde tijd als Letter Jacobs. Ze hebben ook samengewerkt. Zij richtte een vereniging op die heel erg lijkt op de vereniging van Letter Jacobs, namelijk de Vrije Vrouwenvereniging. En die was ook druk bezig met uh, kiesrecht voor vrouwen, organiseerde veel demonstraties uh, om aan te geven dat vrouwen in Nederland niet gelijk werden behandeld. En deze beide vrouwen horen bij de eerste feministische golf. Gaan we naar het volgende hoofdstuk en daar komt een meneer die er een beetje zielig bij staat, en dat is meneer Gavrilo Princip. Um, een, een, een heel jong iemand. Um, toen hij bekend werd, was hij nog maar twintig. Hij werd namelijk bekend van het doodschieten van Frans Ferdinand. Dat deed hij als lid van de Bende van de Zwarte Hand. Um, en de Bende van de Zwarte Hand was vooral uh, aan het protesteren tegen het grote Oostenrijk-Hongarije. Ze wilden namelijk uh, een eigen Servië hebben en zij hoopten door Frans Ferdinand dood te schieten. Dat ze nou, in ieder geval protesteerden tegen Oostenrijk-Hongarije, maar uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat de Eerste Wereldoorlog begon. En is het doodschieten van Frans Ferdinand de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Dus zie je iets staan over Gavrilo Princip, gaat het over de Eerste Wereldoorlog. En 9 van de 10 keer gaat het over de aanleiding waardoor de Eerste Wereldoorlog begon. Een stukje verder, en ook twee paragrafen verder, komen we bij Benito Mussolini. Even belangrijk dat je het niet door elkaar haalt. Gavrilo Princip heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog en nu gaan we langzaam toe naar de Tweede Wereldoorlog. En Benito Mussolini eh, is vooral bekend geworden als leider van Italië. Hij greep in Italië de macht en vestigde daar een dictatuur. En daar heeft hij, als we heel eerlijk zijn, niet zo heel erg veel bereikt. Maar hij is wel bekend geworden van zijn vriendschap met Hitler. Hitler zag ook wat Mussolini deed als groot voorbeeld. Eh, en heeft dat dan een beetje verbeterd, zou je kunnen zeggen. Um, en ja, die twee waren goed bevriend en daar zagen we Mussolini eigenlijk vooral. Uiteindelijk heeft hij niet echt van Italië een groot land kunnen maken wat hij wilde, maar hij was wel de leider van het fascistische Italië. Nou, dan Hitler zelf. Ik denk niet dat ik daar heel veel over hoef uit te leggen, maar wel even belangrijk. Je kan het zien staan bij nationaliteit. Hitler was geen Duitser, maar hij was een Oostenrijker. Iets wat uh, mensen soms vergeten. Uh, maar hij vond dat. Oostenrijk bij Duitsland hoorde, omdat het allebei twee Duitstalige landen waren. Nou, hij was de leider van de NSDAP, die ook wel de Nazi's worden genoemd. Hij veroorzaakte, zou je ook kunnen zeggen, de Tweede Wereldoorlog en wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de Holocaust, de moord op de 6 miljoen Joden in Europa. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt dan meneer Lenin ook bekend. Lenin kwam uit Rusland. Lenin was de leider van de Communisten. Hij moest vluchten uit Rusland omdat de Communisten daar niet werden getolereerd. Um, maar uiteindelijk tijdens de Eerste Wereldoorlog keerde hij terug in 1917 en hij is bekend geworden door de Russische Revolutie. En hij maakte uiteindelijk ook een einde aan Rusland en startte de Sovjet-Unie, waarmee de Sovjet-Unie communistisch werd. Nou, Lenin is op plaatjes vaak te herkennen aan zijn kale hoofd en aan zijn sikje, en wordt vaak ook. Uh, afgebeeld terwijl hij een, een mensenmassa toespreekt, zoals je ook op de foto ziet. De grootste tegenstander van Lenin dat was Tsaar Nicolaas II. In Rusland had je geen koning, maar een tsaar, wat eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde betekent. En de tsarenfamilie van de Romanovs was al jarenlang de baas in Rusland. Nou, Lenin uh, vond dat de tsaar moest aftreden. Hij wordt uiteindelijk ook tijdens de Russische revolutie afgezet en uiteindelijk ook vermoord met zijn hele gezin, zijn vrouw en zijn kinderen. En dat maakt in Rusland een einde aan de, aan de dynastie, zoals dat zo mooi heet, van de Romanovs. Een einde aan het Tsarenrijk. En ja, Rusland verdwijnt zelfs helemaal en wordt dan dus de Sovjet-Unie. De opvolger van Lenin was meneer Stalin. Stalin kwam niet uit Rusland, maar uit Georgië. Wel een gebied dat bij de Sovjet-Unie hoorde. En hij volgde Lenin op. Dat ging niet zo heel logisch. Hij heeft tegenstanders uit de weg moeten ruimen. Maar hij was de opvolger van Lenin. En dat tegenstanders uit de weg ruimen deed hij voordat hij aan de macht kwam. Maar ook vooral tijdens de 30 jaar dat hij aan de macht was. Alle mensen die wat tegenstelling hadden, werden uit de weg geruimd, opgesloten of vermoord. Miljoenen mensen vermoord. Dat is later ook bekend geworden nadat hij is, uh, is overleden. En hij is ook vooral bekend geworden van ja, het begin van de Koude Oorlog, zouden we kunnen zeggen. Hij begon vooral met de vijandigheid richting, uh, richting de Verenigde Staten. En de eerste paar jaar. Uh, dat hij nog aan de macht was, begon de Koude Oorlog en heeft hij uh, de Koude Oorlog ook uh, goed uh, in gang gezet. onder andere ook door de blokkade van Berlijn. Gaan we naar het volgende hoofdstuk. en Dat is hoofdstuk 3. En die gaat weer over Nederland. En daar komt één mevrouw even kort aan de orde, maar wel belangrijk om deze mevrouw even te benoemen. En dat is Suze Groeneweg. En Suze Groeneweg is. ...vooral bekend geworden dat zij het eerste vrouwelijke kamerlid was in Nederland. Dus als je iets ziet staan over Suze Groeneweg, dan gaat het over de eerste feministische golf... ...dan gaat het over de vrouwenemancipatie en dan gaat het over dus de eerste vrouw in de politiek. Iemand anders uit dat hoofdstuk, iets later dan Suze Groeneweg, is Anton Mussert. En Anton Mussert is vooral bekend geworden omdat hij de leider of de oprichter was... ...van de Nationaal Socialistische Beweging, de NSB... Hij is vooral ook bekend geworden van het samenwerken met de Nazis. Hij was uh, fan van Hitler, zou je kunnen zeggen. Bovenaan het plaatje zie je ook dat ze elkaar ontmoeten. We weten nu dat Hitler niet zo'n fan was van Mussert, maar nou, dat is van Mussert niet zo heel leuk om te horen. Um, maar Mussert uh, was degene die hoopte dat hij de baas zou worden in Nederland als de Duitsers Nederland zouden binnenvallen. Nou, dat gebeurde in eerste instantie niet. Uh, Mussert kreeg wel in de loop van de oorlog steeds meer bevoegdheden. Um, en Musset is ook aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ter dood veroordeeld voor het samenwerken met de vijand. Musset is nooit zo populair geworden, maar Colijn was dat wel. Colijn was premier van Nederland eigenlijk tijdens het interbellum. Vanaf 1923 tot 1939 was hij premier met een onderbreking van een jaar of zeven er tussendoor. Hij stond vooral bekend als een streng en zuinig protestant. Het was een oud militair. Maar Hij was wel de man die ervoor zorgde dat Nederland geen behoefte had aan een sterke leider, want die hadden we eigenlijk al. Dus het gat waarin Musset probeerde te springen, namelijk de sterke leider, die deed wat hij zei, die hadden we in Nederland al wel en dat was Hendrikus Colijn. En nou, die zie je vaak op verkiezingsposters, zoals de poster ook op het plaatje, als een uh, standvastig, sterk iemand uh, die Nederland wel door de crisis, bijvoorbeeld de economische crisis, na de beurskracht van 1929 heen loodst. Dan gaan we als laatste in deze video nog naar hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 komen nog drie personen aan de orde waarvan Marinus van der Lubbe de eerste was. De Nederlander die bekend werd van de brand van het Rijksdaggebouw in Duitsland. Weet je, het Tweede Kamergebouw van Duitsland wat in de fik vloog. En Marinus van der Lubbe was een communist en hij kreeg daar de schuld van. Nou, in de video hierover heb ik al gezegd het is maar de vraag of Marinus van der Lubbe die brand daadwerkelijk heeft aangestoken. Hij was uh, waarschijnlijk redelijk zwakzinnig. Uh, hij kreeg daar wel de schuld van en Hitler maakte daar volop gebruik van, want hij zei dat de communisten het land wilden overnemen. En daardoor vroeg hij het parlement om meer macht. Die kreeg hij en toen maakte hij van Duitsland meteen een, een eenpartijstaat. Verbood hij alle andere politieke partijen en werd hij dictator van Duitsland. En nou, Marinus van der Lubbe en zijn daden waren daar dus de aanleiding voor. Neville Chamberlain was de premier vlak voor de oorlog uh, van Engeland. En hij was de man, vooral bekend van de woorden: ik heb vrede uh, gehaald voor onze generatie, ik heb voor vrede gezorgd voor onze generatie. Want ik heb bij de conferentie van München tegen Hitler gezegd: oké, okay, je krijgt nog één stukje grondgebied en dan stoppen we ermee. En dat was het stukje Sudetenland. Nou, die belofte van Hitler bleek helemaal niks waard. En een aantal maanden later startte toch de Tweede Wereldoorlog. Toen zag iedereen dat Chamberlain een grote inschattingsfout had gemaakt, en werd hij ook niet opnieuw gekozen en werd Winston Churchill de nieuwe premier van Groot-Brittannië. Maar Neville, Neville Chamberlain is vooral bekend geworden om het mislukken, na die tijd in ieder geval, van de conferentie van München. En als laatste nog de president van de Verenigde Staten, Franklin Delano Roosevelt. Hele populaire president in de VS. Is vooral bekend als de president. die voor een groot deel president was van de VS. tijdens de bevrijding van Europa. Hij was wel ziek, dus hij is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog overleden. En toen kwam zijn uh, vice president aan, aan de macht. Daar gaan we het de volgende video over hebben. En uh, Roosevelt is ook wel belangrijk. omdat hij goed kon opschieten met Stalin. En de sfeer tussen uh, de VS en de Sovjet-Unie was toen nog wel oké. Okay. Roosevelt stond bekend als een, uh, als een vriendelijke man. En um, hij hield de band tussen de VS en de Sovjet-Unie nog wel oké. Okay. Roosevelt heeft trouwens ook de VS uit de crisis geholpen. Um, maar daar hoef je niet zoveel over te weten, dus daar gaan we het verder ook niet over hebben. Tot zover deel 1 van de belangrijke personen. Ik heb nog zo'n 16 personen te gaan. Die doe ik in deel 2 van, uh, uh, van de andere video. Die komt zo snel mogelijk online. Um, als dit de laatste video is die je luistert, veel succes op je examen en zet hem op.